De problemen met stroomtoevoer te Alpina in het district Marowijnen moeten nu helemaal tot het verleden gaan behoren. Dat stelde EBS-directeur Leo Brunswijk vandaag tijdens een persconferentie naar aanleiding van spanningen in het district vanwege ongunstige stroomuitval. Brunswijk stelt dat de machines die de stroomvoorziening moeten garanderen in orde zijn gemaakt en anderzijds nieuwe machines zijn aangeschaft. Maandag zijn de mensen gaan protesteren. Maar het was, qua opwekking, was alles 100%. Bij de distributielijn of hoogspanningslijn was er wel een probleem waarbij een zekering was afgeslagen. En die hebben we weer erin gebracht. Dus dat was geen probleem met machine, dus dat was een transmissieprobleem. En dat is ook opgelost. Ik kan je wel zeggen dat tot nu toe er helemaal geen probleem is op Alpina met stroomvoorziening. Wij van de IBS betreuren het dat zo'n actie is gevoerd. Brunswijk legt uit dat de bewoners van het gebied zonder stroom niet hebben gecommuniceerd met de EBS. De leider van de acties die gisteren te Alpina zijn gevoerd, had gewoon beter moeten informeren bij de EBS, meent Brunswijk. Die machines die er op Alpina zijn, die beginnen dus vanaf mei, hebben we dus vanaf augustus, hebben we problemen met die machines. Dan stroomuitval, dan weer reviseren, dan stroomuitval. Dus ik kan de mensen best wel begrijpen. Alleen is de timing dus niet goed. Wij hebben met alles man en macht gewerkt om die tweede machine die kapot was te reviseren. Het is gerepareerd. Vrijdag, zaterdag is hij in bedrijf gegaan. Het heeft gedraaid, maar doordat het gerepareerd is, dan krijg je kleine mankementen. Dus zij moesten weer even eruit om twee seals, olieseals, te vervangen, want die gingen lekken. En dat is dan ook gebeurd. Brunswijk zegt mee te leven met de mensen in het district en gaf de garantie dat er hard wordt gewerkt om de stroomvoorziening in heel Suriname te garanderen.